groot inlevingsvermogen. Nee, dat is niet sneuwtje, dat is van mij. Dit is een prinses Bellingen. Luxie, ga jij mee? Hallo, kindertje. Mooi. Met een mandje vol met... Hoe opa het altijd deed. Spijn aan de beurt. Een hele goeie. Wij zijn de Bellingen familievlog. En er is visite. In onze Eftelinghuis, doe eens open. Er is visite. Visite. Goedemorgen. Kom erin, gezellige visite. Kom maar in het huisje hoor. Oh, goedemorgen prinsesse. Hallo. Kijk, daar ligt de baby. Nog een prinsesje. Ja. Goedemorgen. Wij kwamen eens eventjes kijken of het allemaal naar bed is hier zo. Wauw. Even een mini prinses. Juxie. Juxie, wat een mooie naam. Hey Juxie. En jullie zien er ook helemaal uit alsof jullie er al helemaal klaar voor zijn. Klopt ja. Dat? Ja. Want jij ziet er al helemaal uit als een prins. Ja. Wat een prachtige jurk heb jij. Ik denk dat hij ook super goed draait, denk ik. Want hij staat zo heel bij. Ja, ze zwiert er ook al zo mooi. Ja. Ik ga naar mijn oma. Ja, jij gaat naar oma. En waar gaan jullie naartoe? Komen jullie nog even kijken in het Sprookjesbos? Ja. Ja, leuk. Jullie hadden al ontbijt gebracht, zagen we. Nou, we wilden inderdaad even kijken of het ook allemaal naar wens was. Want we hadden het wel allemaal bij. Ja, uw lakai hebben het gebracht. Ja, de lakai hebben het. Oh, de lakai. En grootmoeder heeft vanochtend zelf alle broodjes staan bakken. Ja. Dus we wilden wel even checken of ze het goed had gebakken. En, zijn het croissantjes? Oh, Klaas Vaak staat er inderdaad op. Ja. Ja! Ja, zijn het er genoeg? Ja, ik denk het wel, hè. Dat zijn er wel veel, ja. Wauw. En deze. Wat zit hier dan in? Oh, ik hoop dat het ronde broodjes zijn. Die zijn ook altijd mee. Even zijn het ronde broodjes? Ja. Oh, dat zijn dat is grootmoeders specialiteit hoor. Ja, die kan het heel goed. En ze kan ook zo mooi van die dingen erin maken. Dat blijft. Oh, en er zit nog veel meer in. Echt? De koningin. Goedemorgen, koningin Bellingen. Ja, goedemorgen. Zesjes hier. Wat is er in het geval? Lekkere dingetjes voor op het broodje. Ja, en oh, volgens mij, kijk eens, een rood kapje. Chocopasta. Oh, dat is mijn lievelings. Nou, kijk eens, voor iedereen een mooi pakketje. Dus dat is dan wel heel erg lekker. Ja, en het is altijd beter om met een gevulde buik naar het Sprookjesbos te gaan. Ja. Want ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, maar er is een heerlijk snoephuisje te vinden in het Sprookjesbos. Ja, maar dan moet je niet van snoepen. Dan wordt het niks. Ja, maar als je daar langs loopt, het ruikt hier. Ja, en er staan twee grote taarten, maar... We willen toch even op het hart drukken om niet te snoepen van het snoephuisje. Nee, want het zou kunnen dat de heks thuis is. Dus dan, je mag wel even kijken. En nee, dan, je mag best aan de klink ook voelen. Ja, en mocht je, nou, de deur op slot, mocht je nou Hans en Gietje tegenkomen, dan moet je maar even tegen ze zeggen. Hans en Gietje, niet snoepen. Precies. Ze is thuis. Zouden jullie daar een beetje mee kunnen helpen vandaag? Superfijn. Nou, dat zou ons schelen, want wij hebben natuurlijk heel druk. Ik moest het pan nog voor. Oh, en dan wel naar mijn grootmoeder. En Roodkap en nog naar grootmoeder. Ja. Dus als jullie dan even de Hans en Gietje in de gaten kunnen houden, zou het wel heel fijn zijn. Hoop alleen wel dat er nog misschien een prins langskomt. Die snippet je vandaag misschien veel wakker kan kussen. Dat is Luan. Ja. Hoe goed ben jij met handkussen gooien? Oh! Ja. Hij doet hier op mijn hand zelf. Ja. Volgens mij in één keer goed gegooid. Nou, als je dat even bij Sneeuwwitje zou kunnen proberen, dan hebben we misschien wel een wakkere prinses vandaag. Dank jullie wel. En tot straks in het Sprookjesbos. Ja, zeker, zeker. Hé, hey, Luan, geef je ze een knuffel? Ja. Oh, hij vindt van jou. Mooi, hè? Dag, hoe heb je? Tot straks. Tot straks in het Sprookjesbos. Dank jullie wel. Wil je er nog een kusje geven, Luan, de mooie prinses? Ja. Oh, Silla ook. Ja. Nou, tot straks. Dag, mooie prinses. Wauw, wat een mooie prinses, hè. Mooie hakjes. Wij gaan lekker ontbijten. Oh, koningin. Superleuk. Zullen we gaan ontbijten? Ja, we gaan lekker eten. Mama, Boezo is ontsnapt. Oh, Boezo, dan ik ga met het prinsesje weer naar het kasteel. Boezeltje. Boezeltje! Boezel wel met jou mee, ja! Yeah.
het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen. Toen ze aanbelden. Daar staat Roodkapje, hè? Dit is het sprookjesboek en hier lezen ze de sprookjes uit voor. Zien jullie dat? Oeh, dit is mooi. Mama, daar doorheen. Hier doorheen lopen. Wat is dit? Nee, kom maar schatje, dit is niet eng. Kom maar, mama is hier. Oh, dat is gezellig. Oh, weet je wie dit zijn, Luan? Nee. Dit zijn volgens mij de zeven dwergen, of niet? Mam, of zijn het kaboutertjes? Zijn die slaan. Oh, wat schattig. Zie je dat, Priscilla? Zie, kom maar. Zie je dat? Is het niet eng, liefie? Kijk, deze slaapt ook. Oh, die slaapt. Kijk, zo deden ze vroeger wassen. Zie je dat? Nee, is een oma aan het wassen. Zie je dat? Oeh, wie is dat dan? Wie is dat? Ah. Ga maar kijken, kijk even het trappetje. Maar je moet ook mee. Ja, ik ga mee. Ja, ik ga mee. Ja, kijk eens. Mag je in de paddenstoel? Niet de boze wolf. Nee, hier is geen boze wolf. Maar kijken. Geen boze wolf. Geen boze wolf. Nou, Lucille, schatje. Oh, wauw. Kijk, dit is ook het huisje van de dwergen. Van een kaboutertje. Zie je dat? Die is daar aan het schrijven. En een eekhoorn. Kijk, kijk, kijk op. Hey, hallo Bellega's. Leuk dat jullie even komen kijken. Zie je dat? Kijk, is een heel klein trappetje. Kaboutertrappetje. Dan kun je weer naar beneden. Leuk, hè? Hallo, papa. Oh ja, kijk, er is ook een kaboutertje te vissen. Is een kaboutertje te vissen? Ja. Onder, ook. Ja, ook. Ja, leuk, hè? Onder. Ja, ik zie het. Oh ja, daaronder ook. Ja, goed gezien, schatje. Gaan we weer naar beneden. Nou, papa die maakt even zo een rondje. Ik loop eromheen. En ik ga met de kinderen daar naar boven klimmen. Daar. Ja, tot zo. Kom maar. Kom maar, met mama mee. Mama, handje. Schatje, mama tilt je op. 1, 2. Vertrouw maar met mama. Ze vindt het nog steeds spannend, omdat ze denkt dat hier alles echt is. Maar het is niet echt, schatje. Het zijn poppetjes die nagemaakt zijn. En het is leuk om te kijken hoe dan die poppetjes uit het sprookjesboek hier echt zijn. Maar dat zijn niet de echte poppetjes. Maar gewoon leuk om te kijken, goed? Dus hoef je niet bang voor te zijn, schatje. Hè? Yeah? Lucilla heeft nogal een groot inlevingsvermogen, merk ik. Dat ze overal heel realistisch over nadenkt. Dus bij dit soort dingen moeten we haar echt wel even goed duidelijk maken dat het sprookjes zijn. Anders dan wordt ze er misschien echt een beetje bangig voor. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Het moet wel leuk blijven, hè? Kijk! Oeh, wat zien we hier? Oh, dat is een bakker. Een bakker is in slaap gevallen, kijk. Die ligt daar te snurken. Hey, wie snurkt er nog meer bij ons thuis? Papa. Net als onze papa, die snurkt ook, zie je dat? Hij is hier. Hier? Kijk, nu kunnen we nog verder lopen. Kijk, hartstikke leuk. Hier naar boven lopen. En wat zien we hier? Het lijkt een beetje op een kasteel, hè? Kijk, wat mooi. Kijk, dit is mooi. Zie je dat? Ja, wat zie je daar? Even kijken. Oeh, dat is het spinnenwiel. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het spinnenwiel. Maar en daar. En hoe heet hij staan? Oh, kom eens hier. Hier ligt Sneeuwwitje. Nee, door een roosje. Wie is het ook weer? Ga maar even kijken. Kijk, die ligt er te slapen. Nee, dat is niet Sneeuwwitje, dat is volgens mij door een roosje. Die ligt er te slapen. En die wachten. Daar? Die wacht tot er een prins komt die haar wakker kust. En dat zei de prinses vanochtend tegen jou, weet je dat nog, Lu? Vanochtend zei de prinses toch tegen jou of jij de prinses wakker wilde kussen? Ja. Dat bedoelt ze die prinses mee. En wat is die oude heks? Ja, dat weet ik ook niet meer precies. En daar ligt een ridder. Een ridder? Och, ik denk al wie snurkt hier zo, maar er ligt een ridder te slapen daar. Kijk, daar. Je gaat voor de trap, hè? Hallo. Jullie ook. Zie je dat? Er is een ridder aan het slapen. Ja, die aan het snurken. Heel goed, Priscilla. Daar is papa. Hey. Kijk, Sil, dit is weer het sprookjesboek. Zie je dat? Daar zijn alle verhaaltjes in. Ja. Het verhaaltje van Door een Roosje was dit. Ik vroeg was af of dat nou net Door een Roosje was, maar het is er Door een Roosje, want weet je wat ik daar zie? Nee. Wat zie je hier voor je? Roos. Roosjes, kijk.
Hier staan roosjes. En daar lag door een roosje te slapen. Die hebben we net gezien. En die wacht tot er een prins haar wakker komt kussen. Prins en prinses Bellingen. Waar komen we nu dan? Wauw. Nou, Daniel die blijft daar. Kom maar jongens. Gaan we nou heen, Lucilla? Nee. Kijk, en een grote carousel. Kom maar. Kom maar mee. Wil je nog een paard? Ja, hier. Johan, hier. Ja. Kijk, dat is een hele grote draaimolen. Zie je dat? Kijk, ga hier op het paard zitten. Woehoe. Dat is leuk, hè? Hé, hey, dat is leuk. Nou, we gaan de beentjes vasthouden, goed? En mama zit niet op een paard. Mama zit op een... op een varken. Mooi, hè? Dat was leuk, hè, kinderen? De eerste attractie is een feit. En nu gaan we naar een hele leuke attractie van Lucilla, van jouw liedje, van jouw dansles. Lucie, ga je mee? Ja. Nou, die is daar ergens. Daar moeten we zijn. Vlinderdans. Ja, dit is geen vlinderdans. Dit is met allemaal kleine clowntjes. Nou, hier gaan we naar binnen toe. Dit is Anne in de Carnaval Festival. Leuk, hè? Hallo, kikkertjes. Kijk, daar is de Chinese draak. Ni hao. Ni hao. Oh, geen Chinese circus. Foto? Ni hao. Picture, picture. Oh, pingling. Wie zijn de cellen? Herinnering. Waar gaan we nu heen, kinderen? Doeg, papa! In de kopjes! Ja, mama, blijf! Zet je de kopjes? Ja, heel goed vasthouden. Leon is lekker even weg. Krijgen we dus de vraag waarom Daniel dit soort dingen niet doet. Daniel die wordt hier helemaal misselijk van. Dus vandaar dat hij altijd bij de kinderwagen blijft. En ik de dupe ben. Dan gaan we! Moeten we met een mandje vol met... Ben een gek uit. Ja, eigenlijk moet ik nog even vertellen waarom jij nooit meegaat met de kinderen in de attracties. Want daar kregen we vorige keer comments onder. Waarom ging je niet in die ronddraaiende kopjes? Omdat ik dat misselijk maak. Daar ligt er wel niet zo goed tegen en hij vindt het niet zo... Achtbanen vind ik leuk, maar had ik al gezegd dat ik heel erg dankbaar ben. Kom je dan weer vandaan?
mooie moeder van drie kinderen. Waar komt dit nou weer vandaan? Oh, je ziet er zo verbeeldig. Mooi te gaan. Hoor. Van het hele Sprookjesland. Dag, prinses. Nou, het is lunchtijd. Mama en papa doen een lekker kibbelingetje. Hebben we wel zin aan lekker ijs? Nou, fijne lunch. We hebben nog een extra bakje kibbeling besteld. Dat is toch wel lekker vissen, ja? Mijn kinderen eten ons vis op. Eet jij hem aan het staart? Ik hoef hem niet. Ik wacht op mijn kibbeling. Nog een bosje. Film jij mij aan het staartje? Een staartje. Ga je traditioneel eten zoals het hoort? Ja. Zullen kijk. Aan het staartje. Moet jij zo hoor je dat te eten, hè? Heel zullen? Weet je hoe het hoort? Hoe opa het altijd deed? Hoe opa het altijd deed. Ik weet niet of dit YouTube waardig is, maar dat zien we vanzelf. Zo moet het wel. Smaakt het goed? Efteling vis. Efteling vis. Lucilla, waar staan we nou voor in de rij? Waar staan we nou voor in de rij? Ja. Wat zijn dat precies? Dat is toch een verrassing, hè? We staan hier in een rij en daarboven ergens dan moet het zijn waar we ingaan. Maar dat gaan we zo meteen pas even zien, hè? Ja. Ja, en we zijn er bijna. Nog één ronde wachten, goed? Ja. Het is een verrassing, hè? Nou, we zitten even rustig te wachten op het trapje. Bijna, jongens. Bijna aan de beurt. Hoi. Zoek maar een bootje uit. Hierin? Kijk. We zijn bij de bootjes uitgekomen en hier staat de grote dolfijn. Nou, stap er maar in. Ja, mama komt erbij. Nou, na een lange rij zitten we eindelijk in de attractie. Hè, kinderen? Papa! Ja, laat de papa roepen. Dat is altijd wel het leuke aan dit soort grote pretparken, de wachtrijen. Maar goed, je moet er wat voor over hebben, maar dan zit je natuurlijk ook in een leuke attractie, hè, jongens? Dan gaan we zo ook, hè? Gaan we zo, hè? En papa die is meer bij Luxie. Die is weer even de babysitter. Wordt heel spectaculair. Hou jullie vast, hè? Hou je vast, hè? Mam, jij ook? Ja, ik hou hem ook. Heel goed vast. Papa staat daar. Dag papa. Nou, de laatste attractie van vandaag zijn er. Bijna. De autootjes, hè? Laatste rondje. Kom maar, jongen. Rest van het park doen we morgen, hoor. We zijn zo gaar als een kanarie. Sturen, duifjes. Ja, echt sturen, doe aan. Oké, goed sturen, hè? Oh, niet in die greppel. Ja, oh, niet zo hard, niet zo hard. Oh, niet in die greppel. Dat is het. Goed zo. Ja, rijden maar naar de garage. En parkeren. Yo. Nou, dan hebben we een souvenirtje van vandaag aan. Luan, kijk dan. Hé, hey, dit is leuk voor jou. Luan, als de wolf. Een wolvenpak. Nee. Nee, geen wolvenpak, papa. Nee. Zit daar doe papa deze, denk ik. Ja. Prinsessenjurk! Nou, heel lief, de Efteling zei, omdat we zulke leuke vlogs maken, mogen we wat leuks uitzoeken in de Eftelingwinkel. Niet aankomen, met de kinderen. Hè? Nee, kijken. Voor een mooi aandenken. Ja. Dus dat is wel heel lief van de Efteling. Is het voor meisjes? Ja, jullie mogen iets uitzoeken voor een leuk aandenken. Wat is dat? Een ketting. Hoe ze vroeger gingen schrijven, potje inkt met een veer en een ketting. Mooi. Van Ravelstein. Nou, zeggen jullie Efteling bedankt? Morgen moeten we wel een keertje terug, want we hebben lang niet alles gezien. We gaan nu lekker in het huisje eten en een bad in een bed. Doe de duimpjes omhoog op deze video als je het weer leuk vond. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. En jongens, morgen weer kijken, want we gaan nog een dagje. Tot morgen!